Minister Hoefdraad en Ovid tekenen financiering voor energie en gezondheid. Met de ondertekening van 2 overeenkomsten door minister Hoefdraad en Abdulhamid Al-Khalifa namens het OPEC Fund for International Development, OFID, is de financiering van US$32 miljoen voor de energie- en gezondheidssector beschikbaar. De ondertekening betrof een bijdrage van OFID aan het groot energieproject Expansion of Power Generation, Transmission and Distribution Systems. Het voornaamste doel van dit project is de uitbreiding van de opwekking en transmissie van elektriciteit in Paramaribo, Paranam en Nikeri, Klarapolder. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.